resultaten vanavond? Het is een duidelijk signaal. Het is een duidelijk signaal dat Bonaire toch wel een andere richting wil. Het is de eerste keer in het geschiedenis van Bonaire dat een partij de 4000 stemmen overstijgt. Dat zegt wel wat. Aan de andere kant, idealiter hadden we een absolute meerderheid, maar dat is ons niet gegund door het electoraat. En dat is hun goed recht, hè? Dat is wat electoraat gaat daarover. Dus wij moeten aan tafel, aan de onderhandelingstafel, en kijken hoe wij het een en ander in elkaar kunnen stellen. Dat wij ook wat wij hebben aangegeven te willen behalen voor de samenleving waar kunnen maken. Veramente importante qua partito lo dico di baitra con ta solamente e non mi se baitra ora che per benestar di e pueblo porta verde porta qualche altro color però pa ami non mi se unico altro e trahana benestar di e pueblo di Bonaire. Waar gaat jouw voorkeur naar uit als je nu moet zeggen, nou, ik wil heel graag een coalitie vormen met die en die partij? Wat zou je dan zeggen? Ja, we heten niet de Democratische Partij voor niks, dus wij luisteren wel naar het stem van het volk. En als het stem van het volk heeft aangegeven dat er drie partijen die gegroeid zijn en eentje die eigenlijk afgewezen is op dit moment, politiek gezien althans. Dan moeten wij allereerst beginnen wel te kijken in de richting van de partijen die gegroeid zijn. Want dat zijn partijen die uiteindelijk electoraal winst hebben geboekt en ook steun hebben. Zo werkt nou eenmaal democratie en daar moeten we ook naar kijken. Dan moet je toch wel, je moet de volk respecteren in hun keus.